Sam! Ja? Waarom ben je stief? Ik dacht dat jij de lieve Stitch was in aflevering 85 van Disneycraft. Ja, ik heb me geschoren, dus nu ben ik een beetje... Dat is het. Jongens, na het intro gaan we verder met een nieuwe aflevering Disneycraft. Yeah! Oh. Okay, people, let's go to work. En we zitten stiekem een beetje achter de schermen bij deze nieuwe attractie. En Sam, wat ben je lekker aan het doen? Je bent hier heerlijk aan het afbouwen. Ja, ik ben samen met Bluetooth Billets ben ik deze attractie aan het afbouwen. En deze attractie die is gebaseerd op een attractie van de Efteling, die binnenkort wordt gebouwd daar. Klopt. En die zijn we nu in Minecraft aan het bouwen. Oké, en je bent nu lekker bezig met bouwen? Ja. Oké, tof. Ik ben nu deze hoek aan het afbouwen. Ja. Ja. Oké, ik ga even lekker verder met het afwerken van deze van dit gebied. Dit is de vraag van Jafar en die mist nog een randje. En we gaan dadelijk wat leuks doen, want we gaan namelijk langs Rovi. En Rovi is ook met iets heel bijzonders bezig. En jullie zullen je afvragen, oh, wat zal zij dan voor bijzonders doen? Nou, dat gaan we dadelijk zien. Ik ben even dit lijntje. Oh, hij past precies. Hij past precies tot het einde. Oh, daar ben ik blij om. En dan doen we dit zo. Chop, chop. Nee, chop, 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 chop. Zo. Oké, ik vind hem mooi. Ja. En weet je wat we doen voor variatie? Omdat dit natuurlijk best wel lelijk is dat je één muur hebt. Wil ik het een beetje gaan verspreiden. Dus wat ik dan doe. Ik kan wat slopen. Ik kan ook zeggen van... We doen //set en dan de code van die kleur. En dan doen we /sandstone. En dan doen we nog een keer 9. Dan zal die... Kijk, dan heeft hij een beetje gevarieerde steentjes erin. En dat kan ik trouwens ook hier doen. Even kijken hoor, als we dit aanklikken en dan tot hier. Kijk er, zo. Dan kan ik zeggen van 9. Zo. Kijk, dan heeft hij wat dingetjes veranderd. Dan is het wat gevarieerder met de muur. Ik weet dat de achterkant ook een beetje raar eruit ziet. Dat we één zandkleur hebben gebruikt. Maar dit hoort natuurlijk een beetje bij de vraag van Jafar. Om dat een beetje gelijk te maken. Zal ik dit een beetje aanpassen naar groen. Dus dat het een beetje in elkaar overloopt. En hoe kunnen we dat het best doen? Ik heb geen idee. Maar we kunnen wel wat proberen. Kijk, als we dit nou sowieso grass maken. Waarom? Ach, we komen er weer tekeer. Hallo. Hey. Hallo Leroy. Hallo. Kijk, we moeten hier natuurlijk ook een randje doen. Dus als ik hier klik, klak, klik, dan moet ik ook allemaal doen. Je kan ook gewoon world edit doen. Of je kan ook heel lief iemand aankijken die bijvoorbeeld in de omgeving is. En die dit eventueel wil doen. Even kijken of er iemand is. Is er iemand in de buurt? Nee, helaas. Nou, dan moet je het inderdaad zelf doen. Anders kan iemand zeggen, hey. Ik had gehoopt dat Gio in de buurt zat eigenlijk. Zo. Hoppakee. Nou ja, dat kan je kopiëren dit. Maar dat kan je ook lekker met de hand doen, old school. Ik ga even naar Roy toe. Want Roy zit namelijk bij een heel ander gebied. Ik heb wat gesloopt. Hallo. Was hier zo'n mooie uitgang. Hallo. Wie, heb ik wat gesloopt? Ja, je hebt de uitgang kapot gemaakt hier. Wow. Wacht, ik kom terug. Hier, kom maar naar mij toe. Je hebt dit helemaal dicht gemaakt. Duurt toch niet? Oh. Kijk. Ja, even fixen hoor. Ik fix het wel weer. Ja? Even kijken hoor, met zijn blokjes. We hadden volgens mij dit randje hadden we. Oh ja, shit. Hier. Oh ja, we hadden van die repeater dingetjes staan. Ja, wat zijn die dingen nou? De van Redstone die... Commander ding. Shit. Ja. Deze? Die hadden we, ja. Ja, dan zo. Perfect, hè? Dat is echt fijn hoor. Nice. Daar moeten we echt meer gebruiken bij attracties. Ze hebben niet van die lelijke trapjes nodig. Heel handig, inderdaad. Hey. Hoi. Nee, even kijken, ja, die blokjes hier. Ik wou zo'n aan de zijkant dat je een beetje kasteelachtig hebt. En ik wou kijken hoe kunnen we, denk je, Gio beste dit in elkaar laten lopen, zeg maar. Dus zeg maar, ik doe geluid aan. Dat is misschien wat anders is zo stil. Hoe kunnen we, denk je, dat erbij laten toevoegen? Dus van dat het zand... Weet jij dat, Roy, toevallig? Jij bent kleurencombinatie specialist vrouw. Hoe kan je gras over laten lopen in sandstone? Nou. Oh. Oh.
Ja, nee, dan zou je dit moeten doen. Dirt. En misschien potsel. Ik weet niet of dat eentje is. Wat zeg je op, wat is potsel? Is dat zo? Potsel. Hoe schrijf je nou dat spul? Jongen, hoe heet dat nou? Oh, dat. Ja, potsel. Ja, ja dat is, nou dan. Potsel. Nee, dat schrijf je zo. Waarom pakt hij dat niet? Pozel. Nee, potsel. Maar die pakt hij niet. Oh, met... En een D. Een D, ja. Oké, dat hakt dus niet. En cent. Hoe ziet dat eruit? Potsel was not recommended. Hoe schrijf je het nou? Ik schrijf het goed. Waarom pakt hij hem niet? Item ID. Hij doet 3.2. Ik doe hem moeilijk. Het is gewoon dirt. Ja, dat is gewoon potsel. Krijg hij. Ja, maar het is ook 3.2. Maar die pakt hij niet. Oh ja, het is natuurlijk ook dirt. Ja. Maar hoe ziet het eruit dan van de buitenkant? Oh ja, oh, dan is het een heel dirt blokje. Zie je dat? Nee. Kijk, ik wil ja, die, ik ken hem, maar ik wil zeg maar het over laten lopen in zand. Hoe kunnen we dat beste doen? Van groen, gras, naar, van cent naar groen. Hmm. Weet je wat? Ik weet wat anders. Ik weet echt wel heel wat anders op het moment. Ik haal dit hele grasblok gewoon even weg momenteel. En waarom? Omdat we dan later... Kijk, dit vind ik trouwens wel heel mooi. Deze dark ride komt natuurlijk... hoe noem je dat? Ja, die wordt anders. Oh, nu moet ik kijken dat ik niet... Oh, nee, dat haal ik niet weg. Zo. Kijk, die dark ride komt natuurlijk helemaal naar achter. Dus ja, dus het maakt niet uit. Hij loopt gewoon tegen die muur aan. Maar dan kunnen we alsnog... Kunnen we dan een thematisatie gebruiken. Dus bijvoorbeeld, net als Atlantis heeft met dat grasblok. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Och. Nou, dit is dus de eerste. Ik snap ook... Ik weet niet hoe ik dit het beste kan doen. Nou jongens, ik was even naar Roy. TP Roy. Ik was alleen niet meer. Roy is aan het inrichten. En waar zit zij nu? Even kijken als het nou de wereld een beetje sneller laat. Ik zie trouwens wel een heel mooi paleis daar op de vette. Ja, kijk. Roy richt een Main Street in. En wat is ze bezig met een mooi huisje? En wat verkopen ze hier, Roy? Drugs. Heeft hij op? Heb je er wel laten testen op Ronsdol uit, of niet? Nou, niet zo goed volgens mij. Ze heeft het favoriete nummer van mij in de disc player gegooid. Hoor jij? Dat hoor ik inderdaad wel, ja. Nou goed, Robby's dansparade hebben we ook weer gehad. Zo. Wat? Headphone users died. Gewoon net een C-on met astma problemen. Echt, hè? Wat? Sam heeft gesproken, jongens. Wat zei hij? Nee, niks. Hij zei iets. Wat zei hij? Niks. Oh, man, als ik die video terugkrijg. Je bent een lieve vrouw, je bent een lieve vrouw. Ja. Totaal niet creepy. Wat komen jullie doen? Wat kom je nou doen, Gio? Ben je aan het stalken? Wat staat hier nou, project Vincent? Ja, hé, grapfloorster. Kijk, grapfloortje. Dat is Jens. Nee. Oh, daarachter. Jens staat in één keer. Jens, ja Jens. Jens. SpongeBob Square Jens. Even kijken hoor, we lopen achter. Ik weet dat het level niet laat, maar ik weet in mijn hoofd dat we nu richting het nieuwe gebouw gaan. En dat staat hier zo. Kijk, dit is het gebouw. Maar Sam is nu weer bezig. En het leek me leuk om, dat, om het met, zeg maar met de vloerbedekking. We hebben natuurlijk, dit is een beetje de kleur van de vloerbedekking. Dat beetje dat roze. En dat roze ziet er best wel leuk uit. Maar misschien dat we nog ergens een patroontje erin gaan maken, zeg maar. Want er is nog geen patroontje in de studio. Even kijken. Het is een beetje koud gevoel ook, hè. Wat zeg je? Het is anders ook een beetje een koud gevoel. Als dat zeg maar alleen maar, zeg maar, roze is. Roze vlakte. Ja, klopt. Ja. Even kijken hoor. Ik ga natuurlijk mijn speed 10 er nu overal doorheen. Daarom laat het allemaal wat langzamer. Maar ik zou even doorgaan met de vraag van Jafar. Even kijken hoor. En dat is bij Sam. Ik kan ook even naar Sam tp'en. En in de vorige aflevering waren wij verder. Je ziet trouwens de, onder mij die karretjes. Dat is de attractie, zeg maar. Oh, jullie kunnen in de attractie zien. Shit. Nou, die loopt dus helemaal onder de grond. En dat is It's a Small World. Nou, dit wordt een van de grotere attracties. En Sam, als jij deze attractie ziet, waar zou je aan denken? Wat voor dark ride zou dit worden? Dit. Ja. Het is een beetje, zoals ik zie, is het een beetje een, ja, een kasteelachtig iets. Het lijkt natuurlijk op de grote VIP,
VIP-lobby eigenlijk die we aan het bouwen zijn bij de Spaan ook in de buurt. Alleen nog een beetje groter. Dit is eigenlijk een stuk groter, ja. Klein beetje. Natuurlijk, natuurlijk kennen jullie dit van het Harthof. Een vernieuwde attractie in de Efteling, maar ze zijn nog lang niet bezig met bouwen helaas. Is het een vernieuwde attractie of is die wordt hier opnieuw gebouwd? Nee, sorry, het is een totaal nieuwe attractie. Is het, ja. Oh, ik wou even glas wou ik hier inzetten. En wat voor glas zullen wij gewoon normaal glas erin gooien? Ik wou daar gekleurd glas doen. Gekleurd glas? Glas en lood. Oké, en wat voor kleur glas zat je aan te denken? Dat geel en dat rood? Wat ik hier ook heb gebruikt. Oké, zal ik dat eens even helpen dan? Kijk, je hebt hier even kijken hoor. Jij mag dat even helpen. Je hebt die, dan. Je hebt nog een kleur, en je hebt nog een kleur, en je hebt nog een kleur. Jeetje. Wacht, als ik dit nou gewoon kopieer, dan ben ik eens wat sneller klaar. Kijk, copy. Zeggen we rotate 90. En dan ga ik hier op de juiste plek staan. Dat is namelijk hier zo. En dan hoop ik als ik zeg van... Oh, dit is natuurlijk maar 2 breed. Oké, dan hoop ik dat als ik dit paste doe... Krijg je dit. Krijg je gelijke kleurtjes, zeg maar. Oh, staat hij zo goed of moet hij... Oh, wacht. Ik moet naar in en achter doen natuurlijk. Ja. Zo. Paste. Zo. En hier nog één. Paste. Oh, eentje naar achter nog. Zo. Paste. En als het goed is, zit daar ook nog weer raampjes in. Dan kan ik hem ook weer verder op doen. Dan zeggen we, even kijken hoor. Rotate. En dan paste. Nee, eentje nog naar achter. Oh, echt waar? Ja. Oh ja, want daar komt natuurlijk die... Kijk hoor. Hier stonden die blokjes hier nog niet. Ja, klopt. Maar... Even. Zo. Sorry. Nou. Oh, dat ziet er wel leuk uit zo, toch? Ik vind het er leuk uitzien, die raampjes. En bovenop kunnen we ook nog wat raampjes plakken. Apart zeg. En zullen we hier dan een pad maken of hier wat groen? Ik denk het leuker is als we hier een pad maken, maar dat we een pad daarvoor maken. Dus misschien de ingang of zo. Ja, die is natuurlijk daarvoor al. Maar het lijkt me leuk om sowieso hier een klein... De uitgang zou misschien... Dat lijkt me leuk. Dat lijkt me sowieso... Oh. Want ik heb hier zeg maar zo'n grote deur. Want die hebben ze daar ook in de Efteling. Even kijken. Daar. Oh, daar in de hoek, ja. Hier. Hier naar laten uitkomen. Ja, en dan lijkt het me leuk... Als je hier uitkomt dat je dan een pad hebt... Dat die door de achtertuin gaat. Dus kijk, als je zeg maar... ja, even kijken hoor. Kijk, je hebt hier, dit is een soort achtertuin maken we dan. En dan een beetje kronkels erin. Het geluid ietsje zacht doen, jongens. Zo. Dat je een kronkeltje maakt hier. Met potsel zou ik dat doen. Dat ziet er echt heel leuk uit. Ja. En heb je dat ook wat opgevuld? En dan ga je ook langs die tuin heen, zeg maar. Dat vind ik echt heel vet. En dan kan je dat ook opvullen met iets. En dan ga je hem terug doen zo. Dus dan zou je zoiets moeten hebben. Zoiets. Kijk, en als we dat nou zo vullen met de potsel. Of 3.2. Ik weet niet of die 3.2 pakt. Ja. Ja. Nou kijk, en dan heb je zoiets. Dat ziet er ook wel heel erg grappig uit. Ik moet nog even wat dikker maken, zie ik. Ja, dat is een beetje lastig, want hier die uitgang is ook maar 2 breed. Dus ik denk dat het er raar uit zou zien als je die 3 zou doen. Ja, we doen toch niet 3, we doen toch 2? Zo? Zie je het? Ik heb toch 2 gelaten? Ja, ik dacht, want je zei misschien iets breder doen. Oh ja, hier zo bij die enge dunne bochtjes moest ik hem iets breder doen. Ja. Oh nee, dat is te breed. Ik had hem al aangepast, alleen hier nog. Even kijken hoor. Ja, inderdaad. Misschien dat ik hem wel eventjes zo doet. Dus komt hij niet mooi uit, zeg maar. Zo. En ik zou hier nog een kronkel in kunnen doen, zeg maar. Wacht, als ik nou dit doe, zo. Even wachten, ik ga eens even wat experimenteren, zeg maar.
Dat vind ik leuk. Dat vind ik vet, man. Dat vind ik echt. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heerlijk. Dat je af en toe eens gewoon. Je kan klooien met alles. Ik maak er gewoon een leuk pad hiervoor. Zo. Ik ga naar Dailycraft. Hahaha! Nou. Hahaha! Zo. Hier nog twee. Kijk. Dat ziet er wel leuk uit, de pad, zo. Misschien moeten we nog een beetje een kronkel inkomen hier. Dat hij niet altijd, dat hij niet recht loopt. Is dat raar? Even kijken hoe dat eruit ziet nu. Ah, dat kan wel, denk ik, dit. Maar je zou nog een beetje een kronkels in kunnen zetten hier. Want dan krijg je een beetje variatie, vind ik zelf. Kijk, als je nou, dit groen maakt, zo. Kijk, dan ben je verplicht om hier een kronkel in te maken. Dus dan lijkt het wat minder eentonig, toch? Nee, dit moet zo. Lukt het, Roy? Ja! Is mij nog heerlijk de muziek aan het luisteren? Ja! Prachtige muziek, gecomponeerd door. Hoe heet die nou, die vent? Die ook die Fur Elise heb gemaakt. Beethoven. Beethoven. Wat wist je dat, Roy? Beethoven, die heeft ook muziek gecomponeerd voor Minecraft. Ja? Ja? Wist je dat niet? Oké, okay. Ja, nee, nog niet. Nee, je weet ook heel weinig apart, mensen. Apart hoor. Ja, weet ik. Ja, dat is wel apart als hij dood is. Ja, daarom. Ja, niemand weet hoe die doet hoor. Niemand weet hoe die doet. Kijk, dit vind ik heel leuk. En ik ga gewoon een tuintje maken voor deze attractie. Ik heb er gewoon zin in. Ik zou eigenlijk de vader. Ik zou sowieso in dit thema blijven. Want ja, we zijn nu lekker aan het bouwen voor 2.0. Dat weten jullie inmiddels al. Want jullie hebben de vorige aflevering gekeken. En het was een ontzettend leuke aflevering. En ik ben zo enthousiast over het hele project. Net als jullie. En ik hoop, net als Gio. Want ik spreek dan voor zich. Want Gio heeft ontzettend gave plannen voor 2.0. En zeker Gio focust zich helemaal op 2.0. En ook op de plugins focust zich die. En kan je iets verklappen, Gio, denk je? Hoe ik het met plugins ga doen in 2.0, zorgt ervoor dat Disneycraft overzichtelijker wordt voor jullie. Oeh, dat is heel netjes gezegd. Maar ja, daarentegen gaat het er ook beter uitzien qua layout in je beeld. Laten we het daar maar op houden. Oh, oké. Okay. Dus dat klinkt wel heel erg verleidelijk, zeg maar. Het wordt zeker heel erg vet. Oh, Sam. Het is nu vooral in ik doe dit. Weg. In de testfase, laten we het maar zo noemen. Sam, ik doe dit. Dit moet dieper. Nee, geen water dumpen. Nee. Sam, ik doe dit. Weg. Dit hoort dieper te zijn. Sam heeft weer geen verstand van het natuurreservaat. Weg, jij. Dit wordt sowieso dieper. En dit is te smal voor een waterriviertje. Ik ga deze doen, jongens. Ik ga deze thematiseren. Gaan jullie maar bemoeien met andere dingen. Hup. Kst. Ja. Ik help je aan de hekjes hier aan de andere kant. Met die bloemen in je reet. Ja, ik ben natuurman. Kijk, ik heb gewoon heerlijke flower in mijn reet. Natuurman. Nice. Vincent betaalt ook altijd in natura. Yeah. Met een drumstel. Nou ja, ik moet hem nog opzetten. Ik ga dadelijk, mijn drumstel opzetten. Ja, meestal komt hij daar in de hoek, mensen. Maar daar staan nu allemaal andere dingetjes. En daar ben ik, dus ik moet helemaal, mijn drumstel staat ook in de vuilniszak. Het is echt huge. Echt een huge drumstel. Hey, moet je geen hekjes aan de andere kant van dat pad hebben ofzo? Nee, dat ga ik zo doen. Ik ga. Oh. Ja, ik denk ik. Want daar was ik net mee aan het helpen, maar. Want weet je wat het is? Kijk. Ik voel me zo afgesloten als ik. Zeg maar, als ik die hekjes plaats. Ik wil niet dat mensen zich afgesloten hier voelen. Zo en ik wil. Het zit ook helemaal tegen het gebouw. Ja, daarom. Ik wil natuur zien. Ik wil natuur maken. Dus. Joks, weg! Mijn dingetje, ik heb ideeën. Shh. Net als dit stuk. Weet iemand. Nee. Nee, het idee niemand. Van een furnace dat brandt. Ja, dat doen de ovens wel. Oh jee, hoe heet dat nou? Een frietkraam dat geen frieten verkoopt. Is dat geen 62? Moet even opzoeken, ID. Ja, 62. Echt? Dankjewel. Meen je dit? Ja. Oh, what the fuck? Oh my god, serieus.
Ik dacht eens 64, oh. Ik denk volgens mij is 62. Ja, ik gluurde. Maar dat werkte niet. Wie? In het gluren. Meneer, weg met die plant. Dit is Natuurreservaat Vincent. Dit is een vermomming. Dit is een vermomming. Niks gezien. Vermomming nog wel. Vermomming nog wel. Even al die hekjes weghalen. Ik ga het helemaal opnieuw doen. Ik wil dat mooi, mooi eruit laten zien, jongens. Echt de natuur. Dat je echt een pad. Dat mensen eigenlijk. Dat pad eigenlijk willen uitlopen. Terwijl je er ook gewoon overheen kan jumpen, weet je? Dat vind ik gewoon veel vetter. Dat is realistischer ook. En dan ga ik gewoon met. Ja. Met ik ga dat gewoon met een beetje. Ook liefst ga ik daar gewoon een klein beetje een heggetje van maken, denk ik. Niet heel strak, dat het heel erg. Maar ik ga er gewoon iets vets, leuks van maken. Iets gezelligs. Zodat je denkt van, oh, dat ziet leuk. Er shun uit. Shun. En wat dacht je van Roy? Want die heeft namelijk ook iets heel leuks gedaan. Die heeft namelijk wat verhogingen gemaakt. En dat vind ik ook wel leuk om dadelijk hierbij. Misschien kan iemand dit van steen even naar gras maken om het gebouw heen. Dat kan ik wel doen. Super. Ja. Want ik heb geen zin om dit allemaal af te zetten met fences, hoor. Want ik vind, dan heb je sowieso ben je een blokje ben je helemaal kwijt. Een blokje van fence. Ben je helemaal gewoon kwijt. Omdat, ja, fence neemt best wel ruimte in. En dan moet je alles, dan heb je nog maar één stukje over om die groene dingetjes te planten, weet je. Dat vind ik zo zonde. Dat je zulke mooie dingetjes kan doen. Zo. Ik weet dat het nou nog een beetje eentonig uitziet, maar ik ga het nog even veranderen natuurlijk. Dan pak ik nog even de oakwood. Heb je oakwood? Maar Gio, wat kan je nog meer? Kan Erik wat verklappen? Heel klein beetje van Disneycraft 2.0 zonder te spoileren. Maar Gio heeft natuurlijk ook wat gezegd. Nou, dat het fantastisch en vernieuwend en spannend gaat worden. Echt gewoon iets nieuws. Eigenlijk alsof ik iets nieuws binnenkomt. Ja, want dat was eigenlijk ook heel de bedoeling, hè? Dat wij iets zouden maken. Dat je dacht van, wauw, dat is echt heel vet gedaan, joh. Wat echt is er met het park gebeurd? Zoiets. Echt, hè? Zoiets dat idee ja, moeten dat, mensen dat gaan krijgen. Gewoon een vernieuwing van wauw, zit ik nou in een andere server? En dat is eigenlijk precies. Wat we willen gaan doen eigenlijk aan jullie. En met veel meer verbeteringen. En Erik is stiekem heel stout bezig met een hele nieuwe attractie. Maar dat mag niks over zeggen. Helemaal niks. En daar ben je daar heb je zelfs. Wat heb je ervoor gedaan, Erik? Je hebt er echt moeite voor gedaan. Oh man, echt dat, ja. Dat klopt, nou, hè? Als je dit hoort. Dat is een papiertje. Ja, dan hoor je dat Erik dus moeite heeft om zijn microfoon goed neer te zetten. Ja, dat was eigenlijk verfrommelen van een papiertje. En daar staat echt een heel A4'tje op met wat, hoe het eruit moet gaan zien. Hoe de kamers eruit gaan zien. Wat er moet gaan gebeuren. Heel verhaal zit erop. Dus meer ja, want je hebt zelfs de geschiedenis erbij gehaald, ja. Hè? Ja. Geschiedenis is erbij, ja. Bizar, want daar hebben we echt foto's uitgeprint om het zo mooi mogelijk na te bouwen. Is er al mee bezig. Ik ga ook nog niet zeggen waar het zich bevindt. Ik zie trouwens wel dat, dat ik onder mij een attractie bevind. Maar ik ben benieuwd wat het gaat worden, joh. Iedereen. En dat is dan nog maar. En dat is dan natuurlijk een van de. Ja, van de vele. Ja, surprises eigenlijk. Bizar, joh. Ja, want we hebben in totaal en tot nu toe hebben wij 20. Echt 20 surprises voor jullie. 20, dus hè, gewoon. Echt 20 stuks nu. En dat is nog steeds niet klaar. Dat wordt nog veel meer. De lijst wordt nog groter volgens mij. Ja, 100%. Oh. Misschien wel. Ja, het ligt eraan. Het is al heel veel werk. Oh. En vooral Gio krijgt echt een kutwerkje. Om het echt grof te zeggen. Hij krijgt echt een kutwerkje. En ja, ik ben blij dat Gio daar tijd in wil steken. En ik denk dat hij zelf ook denkt. Nou, dit wordt een goed eindresultaat. En dat hebben we er gewoon voor over. Zeker weten. Ja. En ja, sorry dat we niks verklappen, maar ja, het moet gewoon ook een beetje dingen geheim blijven. We willen ook niet veel verklappen. Want zoals ik al zei, we willen dat jullie gewoon een nieuwe server binnenstappen. En dat gaat, ja, ik denk de kans dat 99% dat zeker gaat gebeuren.
Vind. Aap. Wat zou jij vinden van deze boom daar? Wacht even. Ik ben even het water aan het mooi maken hier. Ja, wat is er? Deze boom. Oké. Deze. Oh, apart. Die kunnen we hier, zeg maar, hier bij de ingang doen. Oh. Ja, maar dat is niet de ingang dit, toch? Ja, de uitgang. De uitgang. Wou je die hier in de hoek maken hier? Ja, dat hij er zeg maar zo overheen hangt ofzo. Ja, doe maar. Oké. Okay. Ja, kan je die maken hier zo? Ja, dat kan. Moet ik hem kopiëren anders even? Ja, dat kan ook. Hé, ja, maar... nee. Oh my god. Wagen. Ik zou hem ook eventueel kunnen kopiëren. Waar is die Kickstar? Nee! Echt? Kijk, waar moet hij staan alweer? Dan moet je even de weg wijzen. Snap je hem? Oké. Oké. Zoiets? Ja, hè? Volgens mij is dat in één keer goed. Alleen andersom. Nee! Ja, je hebt gelijk. Ja! Ja, maar... Ja, maar... Oké, okay, rotate, dan moet ik hier staan dus. Niks. Moet hij... Zo, hier staan. Oké, maar dan weet ik dus niet of die goed gaat. Oké. Zo? Helemaal verkeerd. Godverdomme. Verder naar jou toe? Of nog één keer rotaten? Ja, nog één keer rotaten. Ja, jongen. Niks te maken hoor. Hier. En nu? Oh, nu staat hij. Oh ja, zo is die mooi. Prachtig. Niks meer aan doen. Nee, nog één naar achter. Ja, ik weet, het is even gedoe, hè. Hier staan. Kijk hoor. Zo, is hij zo goed? Ja, ik vind eigenlijk helemaal niks allemaal weg. Hè. Zo is hij goed, denk ik. Maar hier binnen moet je hem natuurlijk zo hier langs laten gaan. Nou, kst. Sam, ga eens weg. Kst. Leuk man. Ah, Sam, goed gedaan. Oké, okay, ik moet zeggen, je hebt wel wat natuur omgegeven. Oh, wat is wel gaaf dit, joh. Sam, goed zo. Natuur. Het water was een beetje minder. Oh. Nee hoor. Vond er anders heel mooi uitzien. Nee. Nee. Moet twee diep. Dat is de regel, dat weet je. Dat weten jullie, mensen die kijken. Twee diep, onderste is saaien. Moet het gewoon de onderste moet toch... Nee, niet weghalen. Dat is een attractie. Dat is de thematisatie voor attractie. Dat loopt de hele attractie vol met water. Moet deze kleur zijn. Ja, maar dat kan niet, want dat is voor de wolken voor de attractie die hieronder zit. Dus daarom heb ik het opgelost door eventjes... niet kapot slaan, hè? Er zit een attractie kapotsel onder. Anders moet je kompasje gebruiken. Zo. Sam, wat doe je? Ik... ik ben mezelf aan het verdrinken. Kan dat? Nee. Ik kan er niet meer tegen. Ik hoor elke keer iets omhoog gaan of naar beneden schieten. Ik ga eens kijken of dat hieronder zit. Oh, hier is. Ja, dat zijn bewegingen in de attractie. Oh, dan mogen we niet kijken, jongens. Dat is de Mr. Small World. Ik heb niks gedaan. Oké, okay, wat ik hier ga gebruiken zijn de donkere hekjes. En dan ga ik er nou weer stoppen met de aflevering, want ik zit alweer heel lang op te nemen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En vergeet vooral niet een groen duim te geven. Vergeet vooral niet mijn kanaal in de gaten te houden voor meer Disneycraft video's. En ja, laat zeker weten wat jij van dit 2.0 gaat vinden. Die zo snel mogelijk uit moet komen. We hebben nog steeds geen datum, maar zodra we een datum weten gaan we dat aan jullie vertellen. Dus bedankt voor het meedoen. Gio, Vanny, Erik, Rovi. En natuurlijk even op het einde van de aflevering gaan we even kijken wat Rovi allemaal heeft gedaan in die tussentijd. Moment, ik maak even dit hekje of zo. Bla 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 bla. Zo. Deze. Zo. Ik weet niet of dat leuk staat, dat donkere. Ik vond het wel wat hebben. En dan gaan we naar TP Rovi. En dan gaan we kijken. Oh. Ja, ik heb nog een winkel. Oké. Dat zien de mensen. De winkel. Café Fristie. Nou, dat moet van jou zijn hoor. Mevrouw Fristie. Dag mevrouw. Wat wilt u drinken? Winkfristie.
We hebben alleen Fanta. Oh my god. Dat kan toch? Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet in ons café Fristie vragen om een Fristie? Dat doe je toch niet? Je gaat gewoon, we verkopen alleen Fanta, dat zie je toch achter me. Suikerfanta, Fanta met bubbeltjes, Fanta lemon en Fanta... Wat? Wie heeft dit ingekocht? Fanta Fristie. Nou, Fanta Fristie hebben we dan wel. Nou, wat wil je? Nou, Fanta Fristie. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dat is... Ja, dat ben jij. En u, meneer Sam. Ik heb al. Ik ben die van aangepikt. Oh, oké. Okay. Wat wilt u drinken? Nou, ook jij is Fanta Fristie. Ik kom het wel brengen. Zo. Niet op de tafel staan, mevrouw. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.